Ik ga deze niet meer aandoen. Ik voel me echt een oude vrouw hierin. Oh my god, dit was echt heel erg. Waarom kijk je zo zuur? Zal ik alles bestellen wat degene voor mij heeft besteld? Sorry. Echt. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag is het maandag en ik ben weer lekker op het strand. Ik open dus gewoon opnieuw mijn vlog op het strand. Maar ik heb ook echt deze stranddagen heel hard nodig tijdens het verhuizen en het druk werken enzovoort enzovoort. Dus even uitwaaien. Het is vandaag niet eens zo heel erg heet, maar het is toch wel lekker. Ik lig lekker met Carlo. En Kelly is er ook, maar die is eventjes een belletje aan het plegen. En ja, we gaan even lekker chillen, jongens. Hi guys, vandaag... sorry. Hi guys, vandaag is het dinsdag. Ja, het is dinsdag. En ik ben heerlijk in mijn nieuwe huisje. Ik heb net eventjes een aantal dingetjes gedaan in mijn oude huis. Namelijk vooral schoongemaakt. En ik heb ook een verhuisshoplog opgenomen, als ik het zo mag noemen. Maar dat zien jullie allemaal in mijn verhuisvlog. Dus nu focus ik eventjes op deze vlog. Het is echt heel raar om en een verhuisvlog te maken en een normale vlog. Maar aan de andere kant is het ook chill. Want ik zou nu echt niet de tijd hebben om een hele extra video te gaan opnemen. En ik heb ook niet echt de ruimte. Zoals je nu kan zien, ik ben dus in mijn nieuwe woning. Er hangt hier echt nog bijna niks. Ik zit nu op mijn bed, maar er is... verder eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Misschien is het eigenlijk wel goed dat ik eens eventjes heel kort de communicatie met jullie aanga. Want ik ben alles maar aan het filmen en zo. Maar ik vertel jullie helemaal niet hoe ik me overal bij voel. Misschien moet ik dat heel eventjes doen. Oké. Nou, ik moet zeggen, ik voel me echt top. Ik ben echt super blij met mijn nieuwe huisje. Ik denk dat ik in mijn verhuisvlog... nog zie, nu haal ik alles weer door elkaar. In mijn verhuisvlog vertel ik namelijk ook al een beetje hoe ik me de eerste nacht voelde dat ik hier sliep. Dus ik wil niks verklappen. Maar ik kan jullie wel eventjes vertellen dat ik echt super happy ben hier in mijn nieuw huis. Ik kan het gewoon bijna niet uitleggen hoe blij ik ben. Gisteren heb ik me ingeschreven in mijn nieuwe woning. Ik voel me gewoon heel gelukkig, heel erg dankbaar. En misschien is het goed om dat ook eventjes met jullie te delen. Ik moet wel zeggen dat ik best wel kapot ben van het verhuizen. Het kost namelijk best wel, ja, het vergt heel veel energie. En tussendoor ben ik natuurlijk gewoon aan het werk, maak ik deze video's. En heb ik ook gewoon nog een sociaal leven. Dus het is best wel druk, maar het is het me allemaal waard. Deze vlog die ik nu aan het maken ben, heb ik jullie eigenlijk niet heel veel te laten zien of te doen. Omdat ik echt vooral met mijn verhuizing bezig ben. Maar dan vind ik het wel leuk om jullie in ieder geval eventjes te laten weten hoe ik erin sta en hoe ik me nu voel. En natuurlijk ga ik ook gewoon straks iets met jullie unboxen. Want dat doe ik in bijna elke vlog. En dat ga ik nu doen. Want anders dan lul ik weer te veel. Ja, is dit leuk om naar te kijken? Ik weet het niet. Ik ga eventjes unboxen. Ik heb hier namelijk een klein pakketje binnengekregen. En daarvoor heb ik iets nodig. Wacht even. Thanks pap, hier moet het wel mee lukken. Ik wil gewoon een schade hoor. Maar ja, die is helemaal aan de andere kant van mijn huis. Ik heb natuurlijk een vet groot huis nu. En ja, ik heb gewoon geen zin om daar helemaal naartoe te lopen. Happy new home, liefst Michelle. Super lief. Hier zitten O.P.I. nagellakjes in. Oh, dat zijn wel hele mooie kleuren. Oh my god. Dit is echt bijna een soort van parelmoer of zo. Heel mooi. Jullie kunnen zien dat ik het heel hard kan gebruiken. Mijn nagels zien er echt niet uit deze dagen. Als je mijn vorige vlog hebt gezien, dan weet je dat ik onlangs mijn gelnagels eraf heb laten halen. Ik ben nu echt zo'n verhuizend meisje. Gewoon echt puur praktisch en zo. Ja, dat ben ik gewoon. Dan heb ik hier een topcoat. Dan hier nog een hele mooie kleur. Dit is de Engagement to Be. Engagement to Be. Leuk die woordspeling. Dan ook nog een Natural Base Coat. Oh, en hier zit ook nog een O.P.I. Pro Spa Skincare Hands and Feet Gloves and Socks Duo Pack in. Dat zijn dus waarschijnlijk een soort van maskertjes. Ja, voor je handen en voor je voeten. Oh, dit vind ik echt heel chill. En dit heb ik eigenlijk zo verdiend, hè. Als ik straks helemaal klaar ben met het verhuizen en zo, dan ga ik eens eventjes lekker chillen met dit soort dingetjes. Hallo allemaal, vandaag is het woensdag en ik ben ergens in de buurt van Zaandam. Omdat ik ging shoppen, maar daarvan zien jullie meer in mijn verhuisvlog. En ik ben nu iets aan het doen wat ik eigenlijk niet mag doen. Maar behalve het doen ben ik het ook nog aan het vastleggen, want ik vertel dit aan jullie. Dat is misschien ook gewoon wel zo eerlijk. Dit is goed, ik moet het onder ogen zien. Ik sta in de rij van McDonald's. Ja, ik weet niet. Ik zag gewoon die gele M. En soms dan gebeurt het, dan zie je die gele M en daarna zie je alleen maar zwart. Totdat je ook daadwerkelijk in de rij staat. Dat is dus wat mij net overkwam. Ik doe echt super theatraal en dramatisch. Jongen, ga gewoon even lekker die McFlurry chappen of zo. Jezus. Dat is wat ik ga doen. Ik denk McFlurry, maar weet je, altijd als ik hier ben heb ik ook echt zin in een patatje. Ik vind die saus van hun zo lekker. Zal ik een patatje en een McFlurry nemen? Of ben ik dan echt een beetje aan het overdrijven? Ik weet het niet. Ik weet het niet, jongens. Ik weet niet wat zou ik doen. Of zal ik alles bestellen wat degene voor mij heeft besteld? Grapje. Dat wil ik nog wel een keertje doen. Laat me weten of het jullie een leuke video lijkt als ik een keertje alles ga bestellen wat degene voor mij heeft besteld. Dan doe ik dat voor jullie. Speciaal voor jullie. Echt niet omdat ik zelf zo'n zin heb in de Mac of zo. Dus. Okay. Ja, mag ik een patatje met saus? Een medium patat met frietsaus? Ja. Anders nog iets. En een McFlurry M&M's. Oké, misschien is het een beetje donker, jongens. Maar dit is het beste wat ik ervan kan maken. Voor even een kleine mini mukbang tussendoor. Misschien is het goed als ik jullie heel eventjes uitleg hoe ver ik op dit moment ben met betrekking tot mijn dieet. Ik ben nog steeds bezig. Ik wil ook echt nog steeds afvallen. Maar het punt is gewoon dat ik soms ook gewoon wil eten. En het is zomer. Ik vind dat ik vooral moet genieten. En dat ik vooral moet doen waar ik zin in heb. Dus als ik zin heb in een patatje en in een ijsje, dan moet ik dat kunnen eten. Dus ik ben nu in totaal ongeveer 6 kilo kwijt. Af en toe 5, af en toe 6, af en toe 5, af en toe 6. Want het komt eraan, het gaat er weer af. En ik ben gewoon best wel oké. Ik ben best wel tevreden. Ik wilde nog eigenlijk zo'n 2 à 3 kilo af. Maar wat ik zeg, soms heb je echt zin in een patatje. En dan heb ik gewoon even geen zin om erover na te denken. Nog zoiets waar ik echt van geniet op het moment is flirten. Dit klinkt misschien heel erg stom, maar ik geniet er zo intens van. Ik ben dus in principe helemaal niet echt aan het daten of zo. Maar wat ik dus bijvoorbeeld laatst had, was dat ik ergens liep en ik liet van alles bijna uit mijn handen vallen. En toen was er dus een vent, een echte vent, die tegen mij zei, kan ik je helpen? En hij keek zo een beetje moeilijk, weet je wel. En ik dacht echt, ja. Maar nee, dank je hoor. Het lukt allemaal wel. Ik ben altijd die maloot die zegt dat het allemaal wel lukt. Nou ja, ook mijn buurmannen, vooral de buurmannen dus in mijn oude woning, dat is dan wel weer jammer. Die bleken best nog wel sexy te zijn, sommigen. En dan dat ze dan extra groeten of zo. Ik weet niet hoor, iedereen heeft last van de zomer. Iedereen heeft het. Dat ik dan bijvoorbeeld het gebouw binnenliep en dat ik dan hoi hoor. En dat ik om me heen kijk en denk, huh, waar komt die hooi vandaan? En dan kijk ik omhoog en dan zit hij van 2 hoog hoi te zeggen tegen mij. Dat ik echt denk van... Dat is wel een extra hoi, weet je. Dat is niet gewoon een hoi, ik sta toevallig in de lift met je. Dat is gewoon een hoi. Ik wil echt per se dat je ook hoi terug zegt. Want ik zeg altijd van 2 hoog, terwijl jij naar binnen loopt. Weird. Maar ja, ik vind het allemaal prima. Ik ben ook gewoon weer op Tinder gegaan. Gewoon omdat ik er zo'n zin in heb om te flirten. Ik ben echt niet op Tinder dit keer om de man van mijn leven te vinden. Ik ben er echt gewoon... om gewoon lekker te flirten en te babbelen met Jan en alle man. Uiteindelijk wil ik heus wel een serieuze relatie. Maar ik moet zeggen dat ik dat niet verwacht via Tinder te vinden. Ik wil het eigenlijk niet eens via Tinder vinden. Ik heb veel liever dat ik gewoon op straat loop. En dat iemand me bijvoorbeeld vraagt, kan ik je helpen? Of dat ik gewoon liefde op het eerste gezicht heb. Gewoon dat je opkijkt en denkt... Hij is het. Weet je wel? Dat gun ik mezelf gewoon. Dat moet je jezelf gunnen. Dus... Tinder is echt puur voor de leuk. Puur even om misschien wel te daten. Gewoon weer eventjes het balletje rollende te krijgen. Gewoon lekker flirten en zo. Ja, ik vind het leuk. Ik heb wel best wel leuke jongens ontmoet ook. Hier, deze bijvoorbeeld. Die noemde me dan wel meteen Larissa. Daar kan ik niet zo heel goed tegen, hè? Als iemand me meteen Larissa noemt. Dan denk ik van, ik heb niet met je geknikkerd. En even later noemt hij mij dan schat. Waar woon je, schat? Nou, dan had ik er ook nog eentje, die had gewoon een vriendin. Ja, die zag ik echt even niet aankomen. Even kijken, waar is dat gesprek? Oh, hier. Dus ik zeg tegen hem, slechts 1 foto, welkarig hè? Zegt hij, haha, ja, klopt. Ik probeer een beetje onder de radar te blijven. Ik heb een open relatie. Die heb je er natuurlijk ook gewoon altijd tussen. Helemaal prima, echt geen probleem, schat. Maar gewoon niet voor mij. Carpe fucking diem. Maar gewoon niet met mij. Soms reageer ik ook gewoon niet meer. Ik vind dat eerste gesprekje moet eigenlijk meteen al boom zijn. En zo niet. Ja, wat gaan we dan daten? Wat gaan we dan doen, schat? Heb je toch geen zin in? Er is er nu trouwens eentje die wil een waterballonnengevecht doen. Kijk, dat vind ik leuke voorstellen. Dus dat gaan we misschien morgen doen. Geen idee of het doorgaat. Als het begint met een watergevecht, dan weet je natuurlijk nooit waar ze echt op uit zijn. En er was ook nog, oh my god, dit was echt heel erg. Vanochtend zat ik dus te swipen en ik ga automatisch vrij snel naar links. Swipe, swipe, swipe. En echt bij de 4e of 5e of zo dacht ik ineens, had ik hem dus al naar links geswiped. Was ik net te laat. Maar er was dus een jongen die ik alles was tegengekomen in de lift van mijn oude woning. En toen ik hem toen zag, toen dacht ik al bij mezelf van, nou, wat ziet hij er leuk uit. En het waren vooral zijn ogen. Ik val normaal gesproken op lichte ogen. Deze jongen heeft bruine ogen, wel lichtbruine ogen. Maar oké, het waren gewoon de mooiste bruine ogen die ik ooit heb gezien. Oké, en ik weet hoe cliché dat klinkt. Ik weet hoe fucked up en hoe wack dat klinkt. Ik weet het. Maar echt, dit waren de mooiste bruine ogen die ik ooit had gezien. En deze mooie bruine ogen, die lachten naar mij. Maar niet gewoon, maar gewoon echt. Dat je het helemaal ziet stralen en zo. Nou, ik dacht bij mezelf, wie is hij? Wie is hij? Nou, hij is dus die gast die ik vervolgens een paar dagen later naar links swipe per ongeluk. Dus ik heb echt nog op dat gele icoontje geklikt. Je hebt namelijk zo'n geel icoontje, daarmee kan je iemand terughalen. Maar daar moet je dus Tinder Plus voor hebben of Tinder Premium, weet ik veel hoe het heet. Maar je moet ervoor betalen om iemand weer terug te kunnen halen. Nou, ik heb er serieus over nagedacht, hè. Kost €5,99. En dan kan je dus een maand lang iemand die je per ongeluk naar links hebt geswiped nog naar rechts halen. Er stond ook echt zo, raak Anton niet kwijt. Ik denk, ja sorry Anton, maar ik ga geen €5,99 voor jou betalen. Als het meant to be is, dan komen we elkaar wel weer tegen, Anton. Ik heb Anton laten gaan. Sorry Anton, als je kijkt. Dat was echt niet sexy, maar ik ga het toch nog een keer doen. Oh my god. Deze is bijna gesmolten. Ik ben zelf ook bijna gesmolten. Check even, ik zweet me helemaal de tief. Het is hier zo heet. De zon schijnt als een malle. Daardoor kan ik ook geen goed licht vinden. Oh, dit was dus perfect geweest. Top, kom nu achter. Echt. Hi guys, vandaag is het vrijdagavond. En ik laat jullie gewoon alleen eventjes mijn shirtje zien. Dan hoef ik jullie waarschijnlijk niet meer uit te leggen wat ik ga doen. Ik zit hier nu dus in mijn nieuwe huis. En ik heb eigenlijk echt niet zo heel veel kleren bij me. Ik heb iets van 3 dozen. Oké, dat klinkt misschien alsnog als veel. Maar goed, het is voor de komende weken. Zodat ik in ieder geval iets heb om aan te trekken. Maar ik wil gewoon heel even stilstaan bij het feit dat ik met voorbedachte raden mijn date shirtje mee heb genomen in die 3 schamele dozen die ik had. Met andere woorden, I knew exactly what I was gonna do. So, anyways, ja, het is date night. Het is weer zover. Volgens mij zei ik het gisteren al. Ik ben dus weer op Tinder en ik vind het gewoon echt even leuk om te daten. Dus ja, ik weet niet. Toen was er op een gegeven moment dus een jongen die begon over een waterballonnengevecht en dan heb je mij gewoon. Dus ik dacht, ja, laten we dat gaan doen. Nu gaan we natuurlijk gewoon uiteindelijk een drankje doen. Ik denk echt niet dat hij een waterballon mee heeft genomen. Maar zowel, dan sta ik daar ook gewoon voor open. Ik weet niet, het was gewoon een grappig gesprek. Echt een heel kort gesprek ook. Normaal gesproken wil ik wel een beetje weten waar je vandaan komt en wat je voor werk doet. In dit geval weet ik echt geen ene moer. Hij komt me trouwens wel bekend voor en ik weet niet waarvan. Dus dat vind ik ook een klein beetje tricky. Want ja, hij kan nu gewoon echt letterlijk iedereen zijn. Hij kan zeg maar de ex van een vriendin zijn. Maar hij kan ook een vriend van een van mijn exes zijn. Of hij kan iemand zijn met wie ik bijvoorbeeld samenwerk of zo. Ja, echt tricky dit. Het is gewoon gevaarlijk. Maar goed, Larissa houdt wel van een beetje spanning op de vrijdagavond. Ik moet eerlijk toegeven dat ik dit shirtje eigenlijk helemaal niet aan wilde. Want die jongen komt dus op mij wel over als iemand die vrij stijlvol is. En dit shirtje is voor mij natuurlijk gewoon flink gedateerd. Deze heb ik al weet ik veel hoeveel days aangehad. En ik vind dat ik nu gewoon een keertje weer over moet stappen op de zomerversie. Ik heb een hele leuke one shoulder top. Met zo'n chokertje. Die is perfect voor de zomer. Maar ja, goed. Die ligt ergens in mijn berging. En die moeite ga ik niet nemen voor een jongen met wie ik het eigenlijk alleen maar over waterballonnen heb gehad. Oké, ik sta op het punt om naar buiten te gaan. Ik heb ook inmiddels al het punt bereikt waar ik echt klaar ben met dit dateshirt. Serieus. Ik ga deze niet meer aandoen. Ik voel me echt een oude vrouw hierin. Verder ben ik ook op het punt waar ik hem alvast een berichtje heb gestuurd dat ik het niet al te laat kan maken. Zodat ik gewoon op tijd weer naar huis kan. Dit moet je altijd doen. Zeg altijd dat je het niet te laat kan maken. Ik heb alleen geen reden genoemd, bedenk ik me nu. Maar in ieder geval, zeg dit gewoon altijd. En als ze dan vragen waarom... Zo jongens, ik ben weer thuis. Het is best wel laat geworden. Volgens mij is het 1:30. Of nee, ik overdrijf 1 uur. Maar alsnog echt fucking laat. Het was echt heel gezellig. Echt, ik heb in lange tijd niet zo'n gezellige date gehad. Het was gewoon echt heel gezellig. Maar ja, zoals jullie weten, ik doe in principe geen voorspellingen meer. Maar waarschijnlijk weten jullie al wat ik ga zeggen. Wat ik eerder ook altijd al heb gezegd. Ik ben gewoon echt die moeilijke meid. En de drempel voor een tweede date is gewoon echt zo hoog. Weet je wat het is? Zo'n jongen kan natuurlijk ook nu op dit moment meekijken. Hoi. En ik denk dat je het gewoon weet wanneer je het weet. Snap je? Ik denk ook dat het nu gewoon te laat is om hier nog langer over door te gaan. Dus ik ga het hierbij laten. Maar ik vond het wel heel wijs klinken. Je weet het wanneer je het weet. Dus, punt. Hi guys, vandaag is het zaterdag. En... Je loopt een vertraging op van 6 minuten vanwege langzaam rijdend of stilstaand verkeer. Je volgt nog altijd de snelste route. Anyway, ik sta dus eventjes stil in een of andere domme file van echt, nou ja, ik weet niet hoe lang, want dat heeft ze er dan weer niet bij verteld. Maar in ieder geval, ik ben dus onderweg naar het dorp, want ik heb daar een verjaardag vanavond van een vriendinnetje van mij. En dan ga ik ook meteen eventjes eten bij mijn ouders. In ieder geval, wat ik even met jullie wilde delen, is een nieuw nummertje die ik echt super lekker vind. Ik zal hem weer eventjes delen in de afspeellijst Visa met Larissa. Ik weet dat ik daar echt heel erg... Nou ja, laten we zeggen een beetje laconiek mee ben geweest. Kennen jullie dat woord überhaupt? Ik heb in ieder geval iets te lang daar geen nieuwe nummers meer aan toegevoegd. Ga ik wel even doen. Deze is lekker. Komt-ie. Komt-ie niet. Nog een keer. Kom hier, girl. Woe! Walk out and slam that door. Go looking for someone new, but it's nothing better than sex with you. I'm feeling like this is but we know opposites attract. Nu komt een lekker stukje. Boy, we should go separate ways, yeah. Girl, boy, girl, we should go separate ways, yeah. Making the same just so that we can. Hoorden jullie dat gegil op de achtergrond? Ik weet het, ik ging er echt heel irritant overheen. Maar je hoorde zeg maar dat gegil. Ik vind het zo heerlijk, hè? Zo'n Mariah Carey momentje. Ik weet niet wie deze meid is. Eva Max. Of Ava Max. Ze doet het goed. Lekker. Ik hou ervan. Maar goed. Ik wil er nog één ding toevoegen. Aan mijn monoloog van gisteren over die boy. Trouwens, deze hele video is een monoloog. Ik praat alleen maar tegen jullie. Ik ben alleen maar in mijn eentje tegen jullie aan het praten de hele tijd. Sorry, deze vlogs zijn gewoon echt even heel erg boring. Omdat ik gewoon alleen maar druk ben met mijn verhuizing. En verder is het zomer. Dus het is een soort van zomerstop met betrekking tot events. En iedereen is op vakantie. En nou ja, goed, ik dus niet. Dus, wat ik probeer te vertellen, ik wil er nog één ding toevoegen. Want ik kwam gisteren ineens op de perfecte verwoording met betrekking tot dit hele ding. Anderen noemen het kieskeurig, ik noem het dus niet kieskeurig. Ik noem het gewoon niet settelen. En wat ik belangrijk vind hierin, is het gevoel dat liefde je zou moeten geven. Liefde zou volgens mij moeten voelen als thuiskomen. En dat van gisteren bijvoorbeeld was dan meer als de ene laatste halte. Snap je wat ik bedoel? Wel zo van, oh, bijna, maar nog niet helemaal. En toen ik thuis ben, heb ik dus niet echt die liefde gevonden. Snap je, zo zou je het kunnen zeggen. Wie is die boy? Waar wordt er getoeterd? Wat is dit? Nou, ik ben in ieder geval in trek, hè? Goed. Mamita, mamacita. Mama, waar is mijn rotti? Nee, Larissa, niet alle rotti. Dat gaan we niet doen. Dat klinkt een beetje, de kinderen denken of mensen denken, kan dat vrouwtje wat anders koken? Altijd maar rotti. Nee, nee, nee. Je moet voor af en toe wat anders. Daarom kijk je zo zuur. Nou. Ze doet haar best. Ondertussen eet ik nog even een fireball. Mijn vader is lekker een vlog aan het kijken. Oh, iedereen vindt dit liedje echt zo irritant. Oh ja. Ja, ik ook. Nee, die muziek is irritant. Vind jij hem irritant, man? Vreselijk. Ja? Ja. Toen ik hem hoorde, denk ik, wat is dit voor muziek? en toen hoorde ik dat een ander al had geklaagd over. Toen dacht ik... Alright guys, aangezien mijn vlog waarschijnlijk heel lang is geworden doordat ik zoveel tegen jullie heb geluld in deze vlog, ga ik hem afsluiten. Maar dat ga ik niet alleen doen, dat gaan deze mensen doen. Hey, hallo. Jullie weten vast nog hoe het moet. Ja. Mam afsluiten nu. Oh, mag ook in dansvorm, maar... Oké, dag lieverds allemaal. Wat moet je doen? Wat je moet doen is de duim niet vergeten. Nee. Piet, zeg het anderen. Liken. Dat is hetzelfde. Abonneren. En kijken. En reageren. En vergeet niet te kijken. En volgen op Instagram @LarissaBruin. Tot volgende week. Doei. Doei. Bye bye, bye bye. Lieve dingen, kindertjes. Lieve kijkbuiskindertjes. Dat was het. Oh. Oké, doei. Anton. Ik vind Anton eigenlijk echt een kutnaam, weet je dat? Sorry Anton. Ik neem aan dat Anton niet naar mijn vlogs kijkt. Als er wel een andere Anton misschien naar mijn vlogs kijkt. Sorry, het ligt niet aan jou. Het ligt aan je ouders. Nee, grapje. Nee, maar ik vind het gewoon niet echt... Ik had hem gewoon niet als een Anton ingeschat. Alex misschien. Alex, maar geen Anton. Anton. Anton aus Tirol. Anton aus Tirol. Nee, ik vind het niet sexy. Maar ja, hij had wel de meest sexy bruine ogen die ik ooit heb gezien.